Officieel persbericht. Hete informatie. Met grote droefheid kondigen wij aan dat Feyenoord Rotterdam iedereen heeft verrast met een adembenemende onthulling. Dringend. Het nieuws dat onlangs is vrijgegeven is verbazingwekkend en zal de fans en volgers van onze geliefde club zeker in beroering brengen. Volg het op de voet, want wat komen gaat zal de loop van onze verwachtingen veranderen. We gaan details delen waar Rijk halsend naar is uitgekeken en die het traject van Feyenoord Rotterdam op verrassende wijze zullen veranderen. Ons team heeft onvermoeibaar gewerkt om ervoor te zorgen dat elke stap die wordt genomen een weerspiegeling is van onze toewijding aan uitmuntendheid en de passie die elke fan drijft. Voordat we verder gaan, wil ik je vragen om je aan te melden op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in de wereld van Feyenoord. Vandaag hebben we twee nieuwtjes die onze geliefde club in beroering brengen. Laten we meteen ter zake komen. Eerste nieuwsbericht. Het is officieel, grote fans. De eerste transfer van de zomer is al onderweg. Mimer Hel Beniete, onze talentvolle rechtsback, wordt de nieuwste aanwinst van Heracles Almelo. Hij zal blijven schitteren in de eredivisie, maar nu in het shirt van Heracles. Beniete, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Excelsior Rotterdam, maakte vooral tegen het einde van het seizoen veel indruk. Hoewel RKC Waalwijk ook geïnteresseerd was, was het Heracles Almelo dat de speler binnenhaalde. Hij gaat spelen onder trainer Erwin van der Looi. Hier bijge Feyenoord hebben we nog steeds een overshot aan Rexbeks. Lutzharel Geertruida, Marcus Holmgren-Pedersen en Naresjo Cassanvillio vertrekken waarschijnlijk allemaal, hoewel Cassanvillio ook in het centrum van de verdediging kan spelen. Benite wordt voor een seizoen uitgeleend, zonder optie tot koop, en zijn contract bij Feyenoord wordt met een jaar verlengd. De 20-jarige rechtsback keert in de zomer van 2025 terug naar Rotterdam. En dan nu het tweede geweldige nieuws. Atletico de Madrid heeft Feyenoord officieel op de hoogte gesteld van de interesse in David Hanko. Onze centerback, die momenteel Slowakije vertegenwoordigt op het Europees kampioenschap, is opgevallen bij de Madrileense club. Hanko heeft Zouwel in Eigenland ALS International in Opeland speelt. Wardor Atletico de onderhandelingen heeft versneld. Ze hebben hun oog laten vallen op Hanko als mogelijke vervanger van Mario Hermoso, wiens contract bij Atletico deze zomer afloopt. Maar wacht even. Fans. Het eerste bod van Atletico van rond de 20 miljoen euro werd al snel afgewezen door onze directeur Dennis de Kloese. De Spaanse club komt nog steeds niet in de buurt van het bedrag waarvoor we Hanko willen vrijgeven. Uit bronnen blijkt dat de centrale verdediger pas voor ongeveer 35 miljoen euro wil vertrekken. Om je een idee te geven. Atletico Madrid heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in transfers. Hanko speelt 93 official optredens voor Feyenoord. In waarin Hidge 11, Doel Pantenmakdi en 8 Assists GAF. Hidge Ward in 2022 voor 8,3 miljoen euro over Gentleman van Sparta Praag. Het is nu afwachten of Atletico Madrid zijn bot zal verhogen om hem weg te halen. Vergeet niet je like achter te laten. Dat was het voor vandaag. Feyenoord Noordfans. Blijf ons kanaal volgen voor meer updates en laten we samen ons team naar nieuwe hoogte steunen.